Hoe kijk jij terug op de eerste Haagse derby tussen Jong ADO en Kwik? Nou ja, hij eindigt heel leuk. Dus wat dat betreft kijk ik er met een goed gevoel naar terug. En op de wedstrijd aan zich? Nou, ik moet zeggen, wij komen, mooie vrije trap komen wij op 1-0. We hadden het best lastig met het spel van Kwik en we creëren niet heel veel kansen. Ik denk als we een aantal keren wat beter uitspelen, kunnen we meer kansen creëren. Dus daar valt nog wel wat het een en ander aan te verbeteren. Zakten jullie onbedoeld terug in de tweede helft? Nou, het heeft er ook denk ik mee te maken ik denk wel inderdaad onbedoeld. Het is meer dat je weet dat Kwik gaat komen. En je ziet bij ons toch van meer tegenhouden. En dan zie je dat Kwik wat meer energie krijgt. Meer de duels gaat spelen. En wij vergeten gewoon meer te gaan voetballen. Dan moet je tot de 94e minuut wachten tot de grote ontknoping. Er komt van alles los. Beschrijf het eens wat er om je heen gebeurt. Ja, nou ja, er komt gewoon een explosie van vreugde natuurlijk. Je wint hem in de 94ste minuut. En als ik dan zie dat het ook gevierd wordt met z'n allen, dat laat wel zien dat wij dat wat dat betreft wel een team zijn. En dat is dan ook heel mooi. Dat doen we ook met z'n allen. En wat zegt het over de derbygevoelens? Nou ja, kijk, het is best wel bijzonder. Hè? Je speelt tegen Haagse. Nou, je zag het ook op het veld af en toe. Hè? Er werd best hard gespeeld. Wel ver, denk ik, maar wel hard. Dus ja, ik moet zeggen, voor mij was het nieuw, maar wel leuk. Is er ook echt zo naartoe geleefd de afgelopen weken? Nou, ik denk wel door de Haagse jongens. We hebben natuurlijk ook een aantal jongens die van buiten afkomen. Maar ik denk wel dat er wel naar gekeken wordt. Het is toch wel een specialere wedstrijd dan tegen pakweg een ploeg uit Brabant of uit Limburg. Het is duidelijk dat jouw elftal een opleidingsteam is. In hoeverre zijn de resultaten dan belangrijk in zo'n derde divisie? Want die waren niet altijd even florissant in het begin van het seizoen. Nee, dat zag je vandaag ook. We krijgen met die 1-1 toch een dreun te verwerken. Fysiek duel wat gespeeld wordt, er wordt niet meegelopen, krijgen we weer. En dat gebeurt ons eigenlijk te veel in wedstrijden. Dat we het fysiek af en toe in de duels afleggen. En dan is het juist extra mooi dat je hem nu alsnog mentale veerbaarheid toont eigenlijk om toch die overwinning naar je toe te trekken. Het is dan een cliché, maar hier kun je mee verder. Hier kunnen we zeker mee verder. Maar en er zijn ook nog wel dingen die we kunnen verbeteren daarin hoor. Gefeliciteerd. Dankjewel.